De finale voor de vrouwen van de Termfos Challenger Zeeland is overtuigend gewonnen door de Belgische tennister Kirsten Flipkens. Ze versloeg haar Franse tegenspeelster Aravana Rezaï met 6-1, 6-0. Flipkens had het gisteren een stuk zwaarder tegen de Japanse Yurika Sema. Ze verloor toen de eerste set, maar wist de wedstrijd alsnog te winnen. Ik denk gisteren dat het heel belangrijk was mentaal. En vandaag heb ik gedaan wat ik moest doen. En het is makkelijker verlopen dan ik had gedacht. Bij de mannen ging het, net als in de finale van 2010, tussen de Nederlander Matwee Middelkoop en Belg Niels Desijn. In drie sets ging Middelkoop er uiteindelijk met de winst vandoor.